Kop de Feur wordt mede mogelijk gemaakt door Patje in Waterhuizen en door Easy Toys in Veendam. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, Kop de Feur. Hier zijn we grandioos in fun. Jos Meijer, mijn jong. Ja. Toen komst u ten boer, helemaal naar Veendam. Ja. Het is hartje zomer en dan komst u een haard plaatsen. Even schoorsteentjes veen. Oh, schoorsteentjes veen doe je nu? Ja, moet ook door. Dus... Maar dat kan, jij kunt gewoon doorwerken, denk ik, of niet? Ja. Op gepaste afstand kunnen wij gewoon rustig door. Ja. Geen enkel probleem. Hooguit vind je nog een verdwaalde Zwarte Piet. Maar dat is, ja. Dat is het dan ook. Als je die een beetje op afstand houdt, zit je goed. Ja, die moet wel op afstand blijven, ja. En willen mensen je nog wel minder hebben? Wij bellen netjes van tevoren nemen op of er ook zorgen zijn, zeg maar, voor de... Ja. En dat valt mee? Tot nu toe. Ja, je moet hier en daar wel wat verschuiven. Maar, ja. Maar het is niet zo dat je geen werk meer hebt of... Nee. De week zit mooi vol. René! Oh, hier ben je al. Ik hoor dat bloemisten het druk hebben. Ja. En ik hoorde dat jij het heel erg druk hebt. Ja. Is dat zo? Ja. Ik ben er trots op. Ja. Dat kan me voorstellen. Ja. Maar hoe komt dat? Want jij zult je net als alle andere ondernemers in Nederland zorgen hebben gemaakt toen het misging. Dat heb ik zeker. Maar er zijn mensen die bloemen bestellen voor ouders, voor opa's en oma's. En dat gaat allemaal online. Dus vandaar dat wij het heel druk hebben. Want jij bent bij een organisatie aangesloten? Ja, we zitten bij Topbloemen. Ja. En hoe kan het? Want jij wordt stapelgek van de drukte. Ja. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Oh, dag meneer. Ja. Dag meneer. Die had jij niet naast zien komen, denk ik. Nee, dit niet. Nee. Een beetje meer drukte, prima, maar dit is extreem. Is dat wel leuk? Ja, heerlijk. Vak is mijn hobby, hè? Ja, dat is natuurlijk zo. Hey, maar mag ik even kijken wat er hardloopt? Wat heb je hier eigenlijk? Dit is Viburnum. Prachtig. Zeg, Obert. Ja? Deze plantjes, jullie hebben pakketjes gemaakt. Dit zijn jullie plantjes. Dat klopt. En die kun je cadeau doen. We hebben nu in deze crisis wat bedacht... met onze planten. Dit is een combinatie van vier leuke trendy planten. En deze verkopen wij dus aan de bedrijven in de regio of in Nederland. En die worden dan naar personeel gestuurd of naar klanten van die bedrijven. Als bedankje? Als bedankje. Ja, dus natuurlijk. Een cadeautje vanuit het bedrijf. Nou, hoe gaat het met jou? Gezond? Gaat prima. Ja? Ja. Gezond blijven, hè? Want de plantjes kunnen niet echt zonder jou hier. Nee, klopt. Dat is het gek aan deze periode, jij verdubbelt je omzet. Ja, zeker. Ja, minstens. Ja, minstens. En bij iemand anders ziet alles het gewoon, en anders ziet het gewoon naar de afgrond gaan. En dat is heel triest. Hoe lang ben je ondernemer? 30 jaar. Als je dit vanaf de grond af opzet, word je daar heel emotioneel van als het de andere kant op gaat. En dat had die kant op kunnen gaan. Als alles dichtgegooid werd, had het die kant op kunnen gaan. En dan word je gewoon heel triest van. Dan ben je ook maar zo weg, hè? Ja, nou ja, dat is 2-3 maanden. Je hebt reserves. Ik heb een stevige huur. Ik heb 8 man aan het werk. En dan, dan duurt het maar even. Dat is 2-3 maanden en dan is het gebeurd. En daar word je heel verdrietig van. Dan heb je slapeloze nachten van. Nou, dat geloof ik meteen. Ja. Al die mensen die om 4 uur s'nachts naar Pavondeling te kijken, wij willen niet weten hoeveel er te zijn. Ja, denk ik. Nou ja, zo is het. Fijn dat goed met je gaat, jongen. Dankjewel. Hou dat zo. Dank je. Ik zeg, veeg al die scheursteen in de provincie, hè? Laat denk nog maar in blazen. Ja, nee, dat komt nog goud. Kop de Feur! Een van de dingen die een valsspeler goed moet kunnen, is het volgen van de belangrijke kaarten tijdens het spelen. Dan zijn de azen bij veel kaartspelletjes belangrijk, dus ik zal laten zien hoe ik die volg. Dat is nu nog makkelijk, want ze steken uit. Maar als je een beetje oplet, kun je de azen ook blijven volgen als de kaarten gecoupeerd worden. Het wordt pas lastig als de kaarten ook nog eens geschud worden. Maar toch, als je hebt opgelet, dan weet je precies waar de azen zijn. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is te couperen om een aas te vinden. Als je er eentje minder pakt of eentje meer, dan gaat het natuurlijk fout. Maar de tweede aas is al wat moeilijker, want er zit er namelijk nog maar één minder in. Maar toch, het enige wat je hoeft te doen, is te couperen. Nou lijkt dit fout te zijn gegaan. Maar eigenlijk is het beter dan je denkt. Dit is namelijk een 4 en die geeft precies aan waar de volgende aas zit. Namelijk 4 kaarten verder. 1, 2, 3, 4. En weer eentje meer of eentje minder en het gaat fout.
Maar de derde as is altijd redelijk eenvoudig. Die ligt namelijk altijd op de 18e plek. Dus ik hoef alleen maar 18 kaarten te pakken en ik vind een aas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En weer één kaart meer of minder en het gaat mis. Maar voor de vierde aas doe ik het altijd een klein beetje anders. Voor de vierde aas, de ruitaas, gebruik ik normaal gesproken altijd een toeschouwer. Die mag zijn hand op de azen leggen, maar in plaats daarvan gebruik ik nu een doosje. En dan zoek ik de laatste aas, de ruitaas, eruit. En dan zorg ik ervoor dat die laatste aas, de ruitaas, tegelijkertijd, zonder dat de toeschouwer het merkt, en in dit geval zonder dat jullie het zien, bij de andere azen onder het doosje komt. Daar gaat hij. Niks gezien, hè? Maar het is me niet alleen gelukt om de ruitenaas onder het doosje te krijgen. Het is me zelfs gelukt om de andere azen onder mijn hand te krijgen. En zo weet een valsspeler altijd te winnen. Ondertussen op internet wordt mogelijk gemaakt door Veldmans Technische Handelsonderneming in Tinalo. Dad, where do you think you're going? Beer with the guys? Not right now, you're not. But why? Do you want the coronavirus? Because that's how you get the coronavirus. Jason's letting his dad go. Well, I'm not Jason. Never let me have any fun. And you need to wash your hands. De dagserenade wordt mogelijk gemaakt door Dakmontage Noord. Hoe heet deze mevrouw? Ria. Ria. Okay. Ria en Bel, ja, dat is ook leuk. Ja, dat is ook leuk. Al toeterend? Gewoon niks zeggen? Ja, ja. Leuk, en Bel, dat vind ik ook wel mooi. Hé hey, Ria, mooi, hoe is het? Kijk eens naar buiten. Ja, ja, bal, ja. Bist toes? Heb je een balkon? Een balkon? Ik heb hier een balkon, best wel een koning. Kom in de boot. Ja, kom in de boot. Hoi. Mooi. Ja. Ik hoor. Ah, kijk eens. Ja, Maria. Hey. Kom maar. Thank you.
Ik gooi hem in mijn mond. Ja, druk ze op een knopje. Oh ja, dan was de papellen druk met dat deur. Ik kom eraan. Ja. Okay. Ja. Kniepertjes, ik heb kniepertjes besteld. Oh, echt waar? Voor de kerst. De kerstactie van de voetbalclub Stadskanaal. Maar die heb je en nooit opgehaald? Nee, ik ben nooit in de buurt. Oh, nee, ja. Oh, lekker, ja. Ja, lekker, ja. Hier zijn de grandiozen. Kop de Veur wordt mede mogelijk gemaakt door Patje in Waterhuizen en door Easy Toys in Veendam. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leuk.